de daden van de verdachte op 5 mei 2018 doen denken aan een terroristische aanslag. De verdachte hield er, ingegeven door zijn paranoïde psychose, radicale en extremistische ideeën op na. Dit leidt echter niet tot de conclusie dat de verdachte daarmee een terroristisch oogmerk had. Anders dan in de zaak van Mohammed B., die ter zitting ook aan de orde is geweest, en waarin ook op klaarlichte dag iemand werd gestoken, is in dit geval geen sprake van een pamflet met een boodschap, of van uitlatingen gericht aan het Nederlandse volk, of anderszins van strijdkreten of uitroepen tijdens zijn daden. De verdachte leed aan een psychotische stoornis met achtervolgingswanen. De psychische druk werd hem uiteindelijk te veel en dat heeft geleid tot de gebeurtenissen van 5 mei 2018. Zijn daden waren erop gericht om de duivelsaanbidders te doden die alleen in zijn hoofd bestonden en niet op het vreesaanjagen van de Nederlandse bevolking. Verdachte had dus geen terroristisch oogmerk. Voor het standpunt van het Openbaar Ministerie dat verdachte niet volledig, maar slechts gedeeltelijk toerekeningsvatbaar is, ziet de rechtbank in het dossier geen aanknopingspunten. De rechtbank acht de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar, niet strafbaar en ontslaat de verdachte daarom van alle rechtsvervolging.